We hebben ademloos bijna zitten luisteren naar uw betoog. Dat ging vooral over de relatie tussen kennis, zoals die door wetenschappers wordt ingebracht in het maatschappelijke debat, beleidsvormers, bestuurders, zoals u zelf misschien wel, en eventueel ook andere spelers in het debat. En u constateert dat we eigenlijk op een kruispunt zitten en dat die arena's, zoals die nu zijn ingericht, je hebt nu heel erg nadrukkelijk de kennisarena, je hebt het politieke debat dat plaatsvindt in de huizen zoals dit stadhuis. En daar voeden natuurlijk andere partijen ook informatie aan toe. Dat dat eigenlijk een model is wat aan verandering onderhevig is. En dat we op een kruispunt staan om dat ook te gaan veranderen. Ja, u vat het eigenlijk goed samen. Ik bedoel, ik denk dat de relatie tussen wetenschappelijke kennis en informatie en beleid en bestuur eeuwen oud is. Dat die relatie er blijft, dat staat denk ik niet zo ter discussie. Maar de manier waarop die relatie vorm wordt gegeven zal ingrijpend gaan veranderen. Doordat er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is dat op die relatie inwerkt. Nou, ik heb er een aantal voorbeelden van genoemd. En ik heb gezegd, het is erg inspirerend om te zien hoe hier in Overijssel met zo'n trendbureau ook op die nieuwe werkelijkheid wordt ingespeeld. Wat zou je kunnen zeggen dat er mis is met de manier waarop we het tot nu toe doen? Nou ja, mis is misschien niet het goede woord, maar je moet meebewegen met de nieuwe werkelijkheid. En die oude manieren blijven ook niet... Die blijven nog in zekere zin geldig. Maar de situatie waarin je heel helder, eenduidig de kennis had. Dat iedereen het erover eens was dat er ook iets moest gebeuren en dat het een probleem was. En dus, als het ware, de afdeling kat in het bakkie heb ik dat genoemd. Die zal wat kleiner worden. We komen voor wat ingewikkelder opgaven te staan. Waarbij ook in normatieve zin er verschillende opvattingen zijn. Emotie gaat misschien een rol spelen, inspiratie. Ja, maar ook de onzekerheid die wetenschappers vaak goed verbergen. Wordt wat meer zichtbaar. Hè? Ook de spreker na mij zei dat heel sterk. En die onzichtbaarheid of die onzekerheid die vertaalt zich ook in een grotere behoefte om meer te delen. In de zin van dat de productie van kennis niet meer op één plaats gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld door u en mij, terwijl wij ons met onze mobiele telefoon inderdaad bewegen, genereren wij kennis die door anderen weer kan worden gebruikt om ons gedrag te beïnvloeden. Dus het wordt allemaal ingewikkelder, interessanter ook, denk ik. Nu wordt het de democratie van de waarheid, geloof ik. Nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat wetenschap en democratie twee concurrerende manieren zijn om waarheid te organiseren. In de democratie doen we dat bij meerderheid, met respect voor minderheden. In wetenschappelijke kennis hebben we daar ook zo onze methode voor. En die twee die gaan wat meer met elkaar interfereren. Dat leidt tot problemen en dat leidt ook tot kansen en daar moeten we het over hebben. Wat zijn die problemen om daar eens mee te beginnen? Want de kansen zijn natuurlijk heel interessant, want daar kunnen de beleidsmakers van nu wat mee. Maar wat zijn de problemen waar u nu tegenaan loopt? Er is wel sprake, u noemde net het woord emotie en... Het is natuurlijk echt wel zo dat we in een dramademocratie leven. Hè? Dat via de televisie en de radio van allerlei geluiden worden geventileerd. Waarbij soms niet meer wordt nagedaan, is het eigenlijk echt wel zo? En het woord echt wordt dan ook weer wat problematisch. Want wie zegt dat dan? Wat is het gezag van een moderne wetenschapper om te zeggen, nou ik weet het zeker. Nou, voor sommige dingen kan hij dat nog steeds echt wel zeggen, is er geen probleem. Maar er zijn heel veel ingewikkelde maatschappelijke problemen waar een wetenschapper ook moet erkennen. Het is waarschijnlijk maar. Nou ja, in die relatie met bestuurders die worden gevraagd heldere beslissingen te nemen, die goed onderbouwd zijn, is zo'n onzekerheid in de wetenschap soms een probleem. Soms gebruikt de politiek het ook als een kans om te zeggen, nou ja, als u het niet zegt, dan ga ik het zelf wel zeggen. Nou ja, ordentelijk debat moet er gevoerd worden over hoe we die relatie met die nieuwe omstandigheden die er zijn opnieuw vormgeven. En als u daar zo wat op vooruit loopt, hoe zou dat eruit moeten zien? U noemt een beetje het trendbureau als misschien wel een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen organiseren. Het is zelf een heel goed voorbeeld. Dat je, het heet geen planbureau, maar een trendbureau. Dus de idee die er vroeger was om te zeggen, nou daar gaan we eens even uitrekenen hoe de toekomst in elkaar moet zitten. Nou, dat werkt dus zo niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat je maar moet afwachten. Hè? Er is wel degelijk een mogelijkheid om met kennis de toekomst te beïnvloeden, de toekomst beter te kennen. En ik denk dat dat een voorbeeld is van hoe het hier in Overijssel gedaan wordt, wat ik erg interessant vind. Neemt u in ieder geval mee terug naar Brabant? Het is echt een inspirerend voorbeeld. We zijn in Brabant ook bezig met het opnieuw nadenken hoe wij onze kennisinstituten met de politiek en onze staat en onze beleidsvoering gaan verbinden. En ik vind dit, daar ben ik ook graag gekomen, een van de inspirerende voorbeelden in Nederland. U had ook nog weer een klein beetje waarschuwing terug in uw verhaal, want hoe positief u ook over het trendbureau bent, er zijn ook dingen in het zuiden. Dat gaat wat meer over samenwerken, gemeenschappelijke agendas maken. Nu maak ik een beetje verschil Noord-Zuid, maar geeft een beetje aan, het is wel heel belangrijk dat je met elkaar ook gezamenlijke punten op de horizon hebt.
Ja, ik denk dat er werd gesproken over wat is een kracht in Brabant. En dat is toch het gevoel dat je het samen moet en wil doen. Dat heeft een geschiedenis. Brabant was arm. Het enige wat we hadden was de kracht van het werk, van de mensen die het werk deden. Dat wordt steeds meer de verbeeldingskracht, want de paardenkrachten... economie, die hebben we achter ons gelaten. Het gaat nu inderdaad om een soort van verbeeldingskracht-economie. En daar zijn we goed in. Maar ook daarin geldt, doe het samen, want je hebt daarbij iedereen nodig. Werkgevers, kennisinstituten, de overheid moeten samen die ambities voor de toekomst formuleren. En niet alleen de politiek in klassieke zin, denk ik.